Right, there we go again. En we gaan het nu dus verder hebben over reumatoïde artritis. Welkom terug uh, voor meer leuke info. Oh, ik ben vergeten om de PowerPoint zelf te openen. Niet zo erg, want ik denk dat ik dit wel vrij goed onder de knie heb. Reumatoïde artritis. There we go. Oké. Okay. Wat is reumatoïde artritis? Er wordt ook vaak in de volksmond nog steeds over reuma gesproken. Uh, reuma bestaat niet, er zijn veel verschillende onderdelen, ik heb er al een paar aangehaald. En reumatoïde artritis is dus nog de hardnekkigste waar patiënten reuma tegen zeggen. Dus algemeen gaan we het hebben over reuma is, of reumatologische artritis, ik ga niet meer over reuma spreken vanaf nu, reumatoïde artritis is een inflammatoire ziekte, polyarticulair, polyarticulair wil zeggen symmetrisch. Vaak gaat dit gepaard met systeemlijden. dus lupus is hier bijvoorbeeld aan gekoppeld, systeemsklerose bijvoorbeeld ook. De verhouding van vrouw man is voornamelijk vrouwen uh, weer. En uh, elke leeftijd kan het voorkomen, maar de piekleeftijd waarop de incidentie, waarop de ziekte ontstaat, is 50 tot 60 jaar. Nu ga ik even terug naar inflammatoire polyarticulair symmetrisch. Wat is het, het uh, inflammatoire pijntrippen? Inflammatoire pijntrippen. Pijntype wil zeggen um, nachtelijke pijn en wakker worden tijdens de nacht door de pijn. Ochtendstijfheid van ongeveer 30 minuten of iets meer dan 30 minuten. Um, en het verbetert gedurende de dag. Dat is het inflammatoire pijntype in tegenstelling tot mechanisch. Oké. Okay. Dan gaan we over. Ik ga eens even kijken. Ja, inflammatoire dus pijn staan met zwelling, systeemleider is vaak gekoppeld. Ja, Oké. Okay. En voornamelijk, ja, dat is eigenlijk ook nogal belangrijk. Ik ga het hier staan. Ik vermoed eigenlijk van niet. Ja, het staat hier wel. Dus het is voornamelijk um, de handen en voeten. Zonder dat de dips aangpast, aangetast zijn. Zonder de distaal-interphalangiale uh, gewrichten. Deze zijn niet aangetast. Dus metacarpophalangiaal. Metacarpophalangiaal is deze. Pipsgewrichten zijn deze. De polsen, hier zo. En uh, de metatarsaal, die ga ik niet aanduiden. Metatarsofalengiaal is dus de tenen, is uh, net aan de, aan de basis van de tenen. Nooit zijn de dips aangetast, zeer belangrijk. Elk groot gewricht kan aangetast zijn, uh, maar dat hoeft niet. Het blijft nog altijd de, um, de handen en voeten voornamelijk. En het kan zijn dat um, er dat het axiaal is, maar dan is het alleen de C1 en C2. De andere niet. Waarom C1 en C2? C1 en C2, dus de bovenste uh, cervicale wervels, deze zijn het enige met een echt synovium, met een echt uh, gewrichtsmembraan dat erbij zit. Um, de andere gewrichten in de wervel hebben dit niet. Dus alleen ter hoogte van de dens-axis uh, waar we het probleem gaan ontwikkelen. Met, met heel, weet, heel veel problemen tot gevolg. Ik, ik vermoed dat dit nog wel later terugkomt. Ik weet niet meer of ik daarbij heb geschreven. Um, met dislocaties, met um, neurologische klachten die vanuit dit, uh, dit probleem kunnen ontstaan. Rheumatoïde artritis is een van de weinige vormen in de rheumatologie die alleen destructie geeft zonder nieuwe botvorming. Dus we gaan niet het hervorming van het bot krijgen. Het niet... Uh, um, dus wel deformaties hé, door, door afbraak, maar er gaat geen nieuw bot gevormd worden, eh, waardoor er een snelle degeneratie is, wat wel belangrijk is. Manifestaties dan, en waar komt het nu voor? We zien dus voornamelijk handpols in de voet, cervicaal, extracellair en knieën, maar de knieën zijn vooral gespaard. Dus in de knieën kan het wel aanwezig zijn, maar het zijn meestal, meestal is het niet zo. We zien eerst overal, pas als het gegeneraliseerd is, gaan we ook spreken over knieproblemen. Oké, okay. hand en pols zijn dus de belangrijkste. En daar hebben we verschillende misvormingen. Uh, ik ga ze wel opnoemen. Ik ga ze niet uit uh, laten uh, niet tonen. Dus we hebben een knoopgasmisvorming. Een knoopgasdeformatie hebben we al een keer over gehad bij de orthopedie. is uh, Als de pees dus rond het gewricht rondgaat. Um, nee, ik, wil, ik ga het niet allemaal aanduiden, want er gaan er wat veel zijn. We hebben de. Um, wel, misschien wel. Dus we hebben een knoopgasmisvorming. Knoop, gaat... Eens kijken wat dit um, hier gaat tonen. Ik heb dit al een keer getoond. En Dan krijgen we dit hier: een boutonnière deformatie. Um, we zien eigenlijk dat de pees. Ja, hier is het mooi op uitgedeeld. Dus we zien hier dat de pees langs heen het gewricht loopt. Dit hoeft niet per se een avulsie te zijn. Hè. Dit mag nog gerust eraan uh, gekoppeld zijn. Dat is het verschil met Buttonière. Um, maar we zien dat de pees hier langs loopt. En als deze verkort, dan gaat de, er moeite zijn met strekken van uh, het pipgewricht. Het dipgewricht ga, daarentegen gaat wel kunnen strekken, waardoor we dus uh, deze knoopgasmisvorming krijgen. De zwanenhals is dan de tweede. Zwanenhalsdeformatie is dus de tweede. Ik had het beter. Uh, ja. Dus daar krijgen we het omgekeerd. In plaats van dat het in deze stand, staat, in deze stand, gaat het omhoog gaan. En gaat het reflectie zijn van de, uh, van de dips. Waardoor we eigenlijk een soort zwaan krijgen. Even kijken, wat komen we dan nu op uit? Ulniaire, de vingerdeviaties. Dus naar de ulna toe. Um, gaan we bewegen. <laughs> gaan we naar de ulna toe, naar de duimzijde bewegen. Um, nu ben ik echt aan het twijfelen weer wat ulna en. Ja, dus is, ik, heb, ik heb altijd zo'n probleem mee met onthouden. Heb ik, hier, ik had hier een briefje liggen, dacht ik. Ooit, ooit onthoud ik het. Ooit onthoud ik het. Ooit onthoud ik het. Ah, dit, dit voelt zo dom aan elke keer als ik dit moet bekijken. Dus Ulna is aan de pinkzijde. Oké. Okay. Ulna is wel aan de pinkzijde. Ik was wel juist de eerste keer. Ah... Ik moet gewoon op mezelf vertrouwen. Dus aan de pinkzijde is de ulna. Um, we krijgen dus ulnaire deformatie van de vingers um, bij een rheumatoïde artritis als mogelijkheid. De duim, uh, de duim 90 graden, 90 graden deformatie. Ik kan die uiteraard moeilijk uh, tonen. Maar we krijgen eigenlijk een soort deformatie die zo lijkt. Dus de duim komt in flexie te staan. En hier gaat het een extensie geven. Dus we krijgen een heel rare uh, duimvorm. We krijgen het carpaal tunnelsyndroom. Dus we krijgen hier een terughoogte van de pols. Um, de, een, een vernauwing van de spleet met tintelingen tot in de uh, middel, uh, middenvinger bijvoorbeeld. Uh, we hebben ook een tenofagenitisch en springvinger. Ja, ik ga dit ook weer even tonen. Dus een springvinger. Als dit natuurlijk wil meewerken. Nee, gaan we niet. Ah, nog. Springvinger. Springvinger ziet er op deze manier uit. Dus we zien eigenlijk een flexie van, de, um, van, van een van de vingers. Die, uh, zonder de rest mee, genomik, uh, mee te nemen en vaak door het gevolg van een nodule, en dat wou ik dus inderdaad zeggen, vaak bij een nodule. En de nodules kunnen wel degelijk voorkomen bij reumatoïde artritis. is dus ook zeer gekend en dat staat dus hier: reumatoïde nodule is een uh, veel voorkomende iets. We kunnen ook een P-structuur hebben met een malefinger. Ja, we zullen, nu dat we toch beter zijn, zo ineens een malefinger hier ook. ...bijzetten. zetten malefinger. Zo, in het Nederlands ook goed. Dus we zien hier dus bij de Malevinger een ruptuur van de pees, um, waar we dus het enige aan moeten doen is een spalk. En dit duurt zeer lang, we hebben bij orthopedie al gezien dat dit een, een langdurige spalk is um, voor het dip omdat dit traag regenereert. Kan stylish zijn, maar oké. Okay. Goed, dat is een avulsie van die pees. Uh, dus bij de handpols hebben we dus verschillende deformaties. We hebben de knoopgats, we hebben de zwaan, we hebben de ulnaire, we hebben de duim, um, we hebben tunnel, we hebben de en springvinger, en we hebben de peestructuur, structuur dat zijn de malleervinger en de rheumatoïde nodule. De vasculitis is ook aanwezig, die hebben we zo daarnet besproken bij de systeemziekten. Um, ja, omdat dit natuurlijk... Het gekoppeld. Hè. rheumatoïde artritis gaat vaak gepaard met een systeemleiden. Ook in de voet kunnen manifestaties zijn pes planovalgus of platvoet. Uh, ja. plat een hallux valgus met een teen die in uh, met de dikke teen die in verkeerde stand gaat, die in een valgumstand gaat vertonen. En die de, waar de teen eigenlijk als een hamer bijna op de, uh, op de ondergrond kan duwen. Cervicaal zien we ook problemen dan alleen aan C1-C2, dus aan de dens C1-C2, en kan er een subluxatie of een luxatie ontstaan. Als deze aanwezig is, als er subluxatie of luxatie aanwezig is aan de c 1 c 2 gewricht in de hals, dan moeten we dus denken aan een neurologische compressie. Neurologische compressie, als dit dan weer aanwezig is, moeten we een heelkunde, eh, moeten we dit heelkundig oplossen. Het is belangrijk om hier aan te denken. Dus als er iemand, een patiënt komt met reumatologische artritis of reumato reumatoïde artritis, dan moet er eerst nagekeken worden of deze patiënt cervicale problemen heeft. Zo ja, moet de kunnen uitgesteld worden of zeer voorzichtig omgesprongen worden met anesthesie en intubatie. Zeer belangrijk, want anders krijgt deze patiënt mogelijk chronische, eh, chronische zenuwletsels of zelfs niet meer wakker worden. Wat dus wel kan gebeuren. Extracellulair denken we dus aan systeemleider: de lupus, de nodule, die veel op verschillende plaatsen voorkomt, vasculitis, sugeren en amyloïdose. Sugeren, maar ook lupus. Hè. Dus uh, sugeren is ook wel belangrijk. Knieën zijn dus, zoals ik zei, goed gespaard. Wat zien we nu op radiologie? Radiologie is voornamelijk de weken dus daar moeten we echo voor doen. Voor de echo, uh, dus de weken zijn er dus de Um, de reumatoïde nodule, die zeer specifiek is, kunnen we gaan bekijken wat voor nodule het is. We kunnen de periarticulaire osteoporose gaan zoeken met uh, dot uh, botdensiteit die verminderd is met een scalometrie. Marginale erosies, we zien dus destructie van het bot zonder nieuwe aangroei. We zien vernauwing van de kraakbeenruimte, omdat ook de kraakbeen um, gaat afbreken. En deformaties in het algemeen kunnen we die zien, en dat zijn deze deformaties. Hoe ontstaat dit nu? Wat is het mechanisme van een reumatoïde artritis? We krijgen een imbalans van botafbraak en botaanmaak. Reumatoïde artritis gaat gepaard met alleen botafbraak. Okay? We, we krijgen minder botaanmaak en meer botafbraak, maar wil niet zeggen dat er geen botaanmaak meer is. Ik heb daar net inderdaad gezegd: de ziekte zelf zorgt niet voor um, aanmaak in de ene zin, afbraak in de andere zin. Dat klopt. Maar we hebben nog altijd onze basisfunctie van het lichaam: dat bot gaat aanmaken. Deze zal blijven doorgaan, maar in mindere mate eh, bij de reumatoïde artritis. Vaak gaat dit gepaard door meer ligand eh, en dus ook meer botafbraak. Door de imbalans krijgen we minder botmineraliteit, de eh, dichtheid, de microarchitectuur verandert en we krijgen meer kans op fracturen. Het is vaak HLA B27 geassocieerd en dat is de erfelijke component. Dus reumatoïde artritis kan erfelijk zijn, kan genetisch zijn in de familie. En daarom is het ook belangrijk om een genetisch onderzoek te doen en om te weten of dat de kinderen een kans lopen om dit te ontwikkelen en dit vroegtijdig aan te pakken. Okay, dit was het enerzijds mechanisme. Op een andere manier kunnen we het mechanisme ook kijken aan het ter hoogte van het synoviale membraan. He, dus waarvan ik zei, C1C2 heeft, heeft, is als enige van de rugwervels waar een synoviaal membraan zit. Maar ook andere uh, gewrichten hebben dit. He. Dus vingerstenen. Hier gaan veranderingen optreden. We krijgen oorspronkelijk in de, in de eerste instantie toename van, aan vascularisatie. Door die toename zullen er meer immuuncellen zijn en zal er inflammatie of infiltratie van deze immuuncellen kunnen optreden. Daardoor gaat de verdikking van de synoviale membraan of synoviale lining zijn. gaat een pannus ontstaan met meer, meer cellen, met meer uh, bot daar rond, En krijgen we een erosie van het kraakbeen en het bot door... De infiltratie door, de, uh, door al deze immuuncellen die uh, aanwezig zullen zijn. Ik ga eens even kijken of dat er hier nog iets interessants staat. Ik ben vergeten te scrollen. Um. Nee. Oké. Okay. Welke, welke antistoffen zijn nu aanwezig? Reumafactor is aanwezig in 65 tot 70% van de patiënten. Met andere woorden, niet diagnostisch. Ook heel belangrijk is dat... Um, Rheumafactor reumafactor aanwezig is in zeer veel gezonde individuen als, uh, ook. Dus reumafactor zal nooit diagnostisch zijn, kan wel aanleiding zijn tot screening enerzijds of een uh, indicatie van, van um, diagnose dat, in, dat als het gepaard gaat met andere deformaties. Anti-CCP daarentegen is wel zeer specifiek, uh, komt niet veel voor in de gezonde populatie. Dus als het aanwezig is, het anti-CCP, ik ga eens even kijken wat hier nu Um, ja, dus peptiden gaat het inderdaad over, gesitueerde peptides. Um, als deze anti-CCP aanwezig is, dan zien we dus dat de reumatoïde artritis heel vaak uh, de oorzaak is, zeer, zeer specifiek. Um, iets minder gevoelig nog altijd, het eh, is dus even gevoelig als reumafactor, 65 tot 70 procent van de patiënten. Met andere woorden, iets van een 3, op 10, 3 tot 4 op 10 patiënten hebben geen anti-CCP, hebben geen reumafactor. Welke therapie gaan we nu toepassen bij reumatoïde artritis? Ja, wat is het doel? moeten we dus eerst voor ogen houden. Het doel is pijnbestrijding, enerzijds, uh, en anderzijds deformaties voorkomen. Dus symptoomcontrole... Integriteit van het gewricht behouden en de functies behouden. Uh, integriteit wil dus zeggen dat dus, uh, de deformaties gaan en de functies van de gewichten zullen ook zoveel mogelijk bewaard moeten worden. We hebben daar een basistherapie, uh, biopharmaca, als de basistherapie niet goed aanslaat. Basistherapie zijn er dus metotrexaat of leflinomide, enerzijds sulfasalazine zijn er een D-Mart um, die, die kan gebruikt worden, en en kort dat is de basistherapie. Nu, als NSAID's voldoende werken, denk ik dat dat de eerste uh, keuze is. Ik ga eens even kijken. Ja, we zien hier, nee, stap 1 is dus methotrexaat. Uh, ja, uh, sulfasalazine. Dat zijn de eerste drie, deze drie. En NSAID's, en corticoïden kunnen als um, een hulpmiddel gebruikt worden. Kortcoviren weer voor de zoveelste keer alleen gebruiken als we weten welke ziekte het is. Niet zomaar gebruiken, want we willen niet dit niet op een septische artritis zetten. Goed. Dus metotrexaat, lymflinomide en sulfasalazine kan gebruikt worden als uh, basistherapie. NSAID's voor nog meer pijnbestrijding uh, wanneer nodig. En als hulpmiddel kortcoviren ook, ook op dat moment biologicals kunnen gegeven worden of biopharmaca wordt ook wel genoemd en dat zijn dan de TNFs anti-TNFs anti-CD20 anti, -TNF's, anti, -CD20, anti euh, de CTLA4 anti-interleukine 6 receptor en de uh, jak inhibitoren jak inhibitoren zijn vrij nieuw. Um, worden nog niet echt terugbetaald. Alleen maar in specifieke situaties. Dus zal ook als laatste gebruikt worden. We zullen eerst de hele basistherapie uh, ontdekken. Maandenlang. Want metotrexaat heeft enkele maanden nodig om een goed effect te krijgen. Werkt dit nog niet voldoende? Kunnen we overschakelen op anti-TNF. Tenzij dat daar ook weer een. Um, Contraindicaties, simsia is een voorbeeld. En simsia is een, uh, een medicijn dat bij zwangeren kan. Er zijn andere TNF, antitnf's die ook gebruikt worden, maar dat bij patiënten die zwanger, uh, zwanger worden, of uh, die graag zwanger willen worden, um, moet simsia gegeven worden, want dit mag nog steeds. NSAID's mag trouwens nooit in het derde trimester, uh, is ook wel belangrijk om het te weten. Anti-CD20, CTLA4, Anti-interleukine 6-receptor en de jak inhibitoren als laatste. Um, ik zou in detail kunnen gaan uh, ter, uh, van al deze aparte medicijnen, maar het lijkt mij iets minder interessant om dat te doen. Het is vooral belangrijk om Simzia te onthouden, het is dus een uh, anti-TNF-middel, sertol uh, sertolizumab, um, dat bij zwangeren gegeven kan worden. Oké, okay, dat is een artritis. Iets gemakkelijker dan het vorige systeem, in mijn ogen. Ik denk dat ik hier vrij goed mee, mee ben. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust in de chat. Stel ze op YouTube. Of stel ze in de Discord server. Ik ben vaak beschikbaar en ik zal zeker mijn best doen om uitleg te geven en op te zoeken. Omdat het mezelf ook zeker helpt om meer informatie te verwerken. Bedankt allemaal om te kijken. Dan zie ik jullie vanmiddag weer. En ik ga eens even kijken wat het onderwerp deze namiddag is. Oh, dat is de verkeerde knop. Deze namiddag gaat het gaan over. Osteoarthritis of artrose. Osteoartritis is ook wel een zeer, belangrijke, een zeer interessante ziekte. Zeer aangenaam. Dank u Java. Het is graag gedaan, Java. Tot familie, hoop ik. Ik zie u dan weer. Bedankt om te kijken en tot later.